Bij de behandeling van de ontwerpwet verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Zeng Quilin en 91 anderen gaf het lid Krishna Mathura aan bij de vorige behandeling tal van vragen aan de regering te hebben gesteld over het vreemdelingenbeleid. Ook vond het lid dat andere zaken op dit moment dringender zijn, maar zij moest zich onderwerpen aan het gezag van de voorzitter die voor de behandeling van dit wetsontwerp gekozen heeft. Mathura zei dat naturalisatie valt onder het vreemdelingenbeleid, dus onder de regering. Volgens haar had het geen zin om nog meer vragen te stellen als er toch geen antwoorden komen. Ten aanzien van de naturalisatie van de 92 personen vroeg Mathura zich af waaraan het ligt dat sommigen 10 jaar wachten, terwijl anderen binnen 5 jaar genaturaliseerd kunnen worden. Ligt het aan de wil van mensen? Is het een vrije wil of ligt het aan de overheidsprocedures dat sommige mensen, sommige aanvragen sneller erdoor gaan en andere weer niet? En daar heb ik ook geen antwoord gehad, dus het blijft nog een vraag. Ik hoop dat, want het is duidelijk, ik denk dat het heel belangrijk is voor ons als parlement om te weten dat er niet gediscrimineerd wordt en dat er geen willekeur is en dat we zonder aanzien des persoon objectief de procedures in acht nemen. Het DNA-lid gaf aan niet precies te weten hoeveel illegale rijders in het land zijn. Volgens haar zijn er schattingen van tussen de 30.000 en 60.000 illegalen. Dat antwoordde zij op de vraag van het lid Karel Breeveld hoeveel illegalen er geregistreerd zijn. Mathura gaf verder aan niet te weten hoe betrouwbaar deze cijfers zijn. Ik ben niet meer in het korps, dus ik kan niet daarover praten. Maar ik denk dat het statistiekbureau ook censo-onderzoek ook wat indicaties heeft gegeven. Ik denk dat die vraag het beste beantwoord zou kunnen worden door de minister van Justitie en Politie. Zodat we ook weten, want het gaat er ook om, wil je beleid maken, dan moet je ook weten ongeveer hoe groot het probleem is. En wat de effecten zijn van de illegale. We weten allemaal dat een aantal illegale in het binnenland werkt, in de goudsector, onze natuurlijke hulpbronnen, waar vervuiling en dat soort dingen van het milieu ook aan de orde is. Dus ook criminaliteit, mensen die regelmatig betrokken worden bij allerlei illegale activiteiten en criminele activiteiten. Dus het is denk ik heel belangrijk om te weten hoe groot het probleem is en wat de neveneffecten van dat probleem zijn voor Suriname. VAP-parlementariër Krishna Mathura gisteren in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de ontwerpwet over het verlenen van de Surinaamse nationaliteit aan 92 personen. De wet is met algemene 38 stemmen aangenomen. DNA-voorzitter Jenny Simons bracht de felicitaties uit aan de 92 personen en sprak de hoop uit dat de afhandeling van deze wet vlot geschiedt.